Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Atlantic Coastline locomotief, stoomlocomotief, made in Joegoslavië. Dus ik denk een Mehano variant. Hij doet het niet. Als het goed is, is hij helemaal analoog. En ik heb mijn transformator. Ik heb hier overal nog dingen liggen van andere projecten. Maar ik heb in ieder geval mijn transformator op de rollenbank gezet. Wat ik zie zo is dat deze kolenbak heeft wielen met stroompick-up. Dus ik vermoed dat deze lamp hier bovenop zou moeten kunnen gaan branden. Daar gebeurt niks. Dus dat is één om te kijken wat hierin zit. Kijken wat de bedoeling is. Of dat ik het gewoon verkeerd zie. Kan ook. En het andere probleem is... even kijken. Wielen, wielen. Wiel, hier een wiel. Hier een wiel. Wacht. Stroom erop. Hij maakt geluid. Maar hij beweegt niet. Verder zie ik hier en daar nog wat losse onderdelen zitten van stangetjes die... niet helemaal vast zitten. Laat ik nou deze nog eens een keer kijken, want ik had mijn transformator niet aanstaan. Nee, het is niet dat die spontaan wel gaat werken, of wel. Jawel, het is een heel zwak lichtje. Het is een heel zwak lichtje in. Ja, dat is niet te zien op de camera. Dat moet ik even kijken of ik dat kan laten zien dadelijk. Dus een Mehano, denk ik, of de voorloper daarvan. Maakt geluid. Dus de motor doet iets. De motor doet best veel. Zo. En her en der zitten wat losse onderdelen. Ik zie wel dat hij een beetje een aanzet geeft, maar bijna niet. Ik heb geen idee of dat ik hier iets aan kan repareren. Maar we gaan proberen. Zo. Ik heb nog niet geprobeerd deze open te maken. Dus ik begin gewoon schroeven los te gaan en kijken wat er gebeurt. Want kapot is hij dan toch. Zo. Dat is één. Oké. Op deze manier zijn de wielen meteen los en kan ik erbij. Maar ik weet niet of ik dat wel wil. Ik zie daar zo onder zo gauw geen andere schroef zitten om de kap eraf te halen. Dat zie ik wel hier zitten. Zo. Ik heb liever niet dadelijk overal wielen rondvliegen. Dus als het even kan, laat ik dit op zijn plek zitten. Kom aan. Zo. Want ik zie hier een schroef. Ja, en dan gaat het toch al een keer een heleboel bewegen. Kijk eens aan. Oeh. Dit lijkt mij bekabeling naar de verlichting hier. Ik weet niet of ik daar makkelijk bij kan. Dit is een blok lood.
En hier is een klein lampje. Dan kan de kap mooi opzij. En dan hou ik nu over één motor. Een wormwiel. Wat de boel over zou moeten brengen op de wielen eronder. Lampje werkt. Dit deel draait niet. De motor draait wel. Dus er zit hier iets in de overbrenging tussen de motor en de as. Maar dat zou één geheel moeten zijn. Ik heb hier een klein randje aan mijn werkbank dat niet alles continu op de grond valt. Hoor, in ieder geval minder dingen. Er vallen dan toch nog steeds veel dingen. Ja, dat randje dat valt er af en toe af. Zo. Okay. Hoe zit dit? Dat is het probleem. Deze koppeling hier zit dusdanig los dat ik die kan draaien zonder dat de motor gaat draaien. En daardoor komt er geen overbrenging op de wielen. Nou, dat is het makkelijke. Verder is hij elektrisch in orde. Ja, het is niet fel licht wat er uit deze komt. Dat zou allemaal beter zijn met LED-verlichting. Ik ben wel benieuwd of ik deze vandaag nog terug in krijg. Want hier moet dus de lamp gaan branden. En goed, deze moet terug op de motor. Maar dan op een manier dat die wel blijft zitten. Dat is denk ik een gevalletje lijm. Ja, dat lijkt me wel het makkelijkste. Ik ben met te veel dingen tegelijk bezig geweest. Dus was even zoeken naar mijn plastic lijm. Ik zat te denken aan seconde lijm. Het zou ook kunnen. Ik ga nu even voor de hard plastic lijm, omdat ik daar in het verleden best goede ervaringen mee heb gehad. Hop. Oeh. Hij is eigenlijk gebroken, zie ik nu. Oh jee, nou dat wordt even puzzel om dit in elkaar te krijgen. Zo, die. Er lijkt een breuk in te zitten. Wat natuurlijk wel verklaart waarom dat hij zo veel kon slippen. Dit betekent dat ik hem even, er is genoeg ruimte om hem op om goed te bevestigen. Ik ga hem eerst vastzetten, dat alles op zijn plek zit. En deze oplossing, ik weet niet hoe lang dat hij gaat houden. Ik zit me wel af te vragen hoe belangrijk is het nog dat er heel veel beweging zit tussen de twee delen. Het is niet dat hier op dit deel enige vorm van beweging zit of noodzakelijk is voor naar links of rechts. Het is eigenlijk denk ik gedaan om de motor makkelijk erin te zetten later. Ik denk dat ik de boel ga verlijmen voor extra stevigheid. Dat dit gewoon één geheel wordt rondom die stang. De motor van deze vervangen. Nou, ik zie dat niet gaan gebeuren. Ik was zelf niet van plan. Dat zorgt er wel voor dat hij in ieder geval enigszins kan rijden.
Dus ik gebruik, zo, die is wat enthousiast, harde plastic lijm. Die ik ga proberen hier overal in alle hoeken en gaten te krijgen. En eventueel kan ik hier nog iets omheen spannen om de boel bij elkaar te houden. Dat zou zoiets simpels kunnen zijn als een klein ijzerdraadje, koperdraadje goed strak spannen of gezien de ruimte die er is, zou misschien zelfs nog wel een tijrep werken. Ik maak er nu eerst een smerige klontlijm van. Ik heb wat flexibele netwerkkabel gehad en daar, die heb ik stukken vanaf moeten halen bij het kabelstrekken. En een van de aderen had ik hier nog een stuk van liggen, niet zo heel lang, maar daar zitten dus deze super dunne koperdraden in. En daarvan heb ik er nu twee hier omheen gewikkeld. Die moet ik nog even, ze zitten nu een beetje in de lijm en ze kunnen nu nog los raken, maar die verlijm ik nu nog een beetje met het onderliggende plastic, dat ze goed op zijn plek blijven zitten. Maar daarmee heb ik, ja, met wat draad dus zorg ik ervoor dat de boel goed bij elkaar blijft. Zorg ik ervoor dat de druk die erop komt te staan, als die twee delen gaan draaien uiteindelijk zoals dit, dan komt de druk op de randen te staan van dit plastic en dan wil die uit elkaar gegaan. Dat is waarschijnlijk wat de oorzaak is van die breuk in eerste instantie al. Nou, doordat daar dan koperdraad zit samen met dat het verlijmd is, zul je die druk veel minder hebben, zul je ook veel minder de speling hebben. Dus met aanzet krijg je veel minder een klap hierop en zal het langer goed blijven. De boel moet nu alleen nog drogen. Ik ga er niks mee doen totdat alles goed droog is. Als het droog is, ga ik het even testen. Kijken of het lampje het nog overleefd heeft, alles wat ik ermee heb gedaan. Dat lampje weer proberen in de locomotief te krijgen. Dat wordt ook een hele klus. En de boel dichtmaken. Zo, alles zit in elkaar. Hij rijdt. Hij rijdt niet super. Had ik ook niet verwacht. En het lichtje, de kap die ervoor zit, kan er dus af. En dat maakt het makkelijk om het lichtje een beetje op zijn plek te zetten. De vorige keer dat hier aan gewerkt is, is het ook gelijmd geweest, als ik het zo zie. Op zich geen slecht idee. Die kap maakt het in ieder geval te doen om dat lichtje op zijn plek te krijgen. Zo. Wiel. Hupsakee. En het lampje brandt ook aan de voorkant. Nou, deze wil ik gaan bekijken. Zo. Maar ik zie dat het lampje brandt gewoon niet heel fel, maar dat zie ik ook bij de voorkant hier. Dus ik ga aan deze kolenwagen verder niets doen. En dat betekent dat ik nu een oude, ik denk Mehano, omdat hij uit Joegoslavië komt, dus een oude Mehano stoomlocomotief hier heb staan. Zoals gezegd, rijdt niet super, is ook niet wat ik had verwacht, maar beter dan dit gaat het niet worden. Maar toch, bedankt voor het kijken. Like en subscribe, mocht je wat vragen hebben of zo, stel ze vooral. Ik kijk regelmatig naar de commentaren en probeer zoveel mogelijk en zo snel mogelijk antwoord te geven. En tot een volgende keer!